Welkom, beste leerlingen, bij deze tweede digitale les. We gaan het deze week hebben over een gegeven dat wel zeer actueel is, al vond het eigenlijk plaats enkele eeuwen geleden. De zwarte dood in de middeleeuwen. Jullie zien hier ook de cursusnummers erbij. Nu let wel op, want we gaan zo meteen een beetje naar voren gaan. Dus we starten niet meteen pagina 102. Die heb je pas later nodig. Om te starten, krijgen jullie eerst even een paar afbeeldingen. Afbeeldingen die ik denk jullie allemaal wel bekend zullen zijn. Vooral de middenste is een zeer gekende, dat is de zogenaamde pestdokter. Zeer gekende afbeelding als het gaat over de pest. We gaan later ook zien waarom deze mannen nu eigenlijk die kleding droegen. Je ziet hier ook een hele afbeelding daarachter van mensen die vluchten naar de steden en zo verder. En hier zie je mensen die sterven, kinderen die huilen aan moeders, moeders met plekken overal. Hier hetzelfde, je ziet een enorm grote graafplaats. Dit is een middeleeuwse afbeelding van allerlei mensen die proberen hun doden nog te begraven. En hier rechts zie je een afbeelding van een modern slachtoffer dat nog de pest gekregen heeft. Want jawel, de pest is niet helemaal uitgestorven. Af en toe duikt hij nog een keer opnieuw op. Daarover later meer. Om en als inleiding te dienen, mogen jullie altijd naar Smart School gaan, deze PowerPoint even openen en eerst even naar dit filmpje kijken, waarin heel veel van deze les al wordt samengevat. Nu, iedereen weet wel iets van de pest, maar we gaan even kijken wat nu eigenlijk de feiten zijn. En even ter info bij deze afbeelding, dit is zo een massagraf van allemaal pestslachtoffers. Het was een gigantische kuil waarin mensen gewoon gesmeten werden op het moment dat ze sterven. We weten zelfs van uit enkele ooggetuigenverslagen dat hier zelfs mensen in terechtgekomen zijn die nog net leefden, maar waarvan wist dat ze toch gingen sterven. Dus mannen, vrouwen, kinderen, rijk, arm, het ligt hier allemaal samen. Nu, wat is het ziektebeeld? Dus we starten vanaf pagina 106. Er zijn drie soorten ziektebeelden die we ondertussen kunnen achterhalen. Want natuurlijk, de middeleeuwse mensen schreven over de zwarte dood en de pest. Maar daarmee was het voor moderne wetenschappers helemaal niet zo duidelijk waar ze het nu eigenlijk over hadden. Want hier staat het al, het wordt al snel duidelijk dat het niet over één ziekte gaat. Er zijn verschillende epidemieën geweest in de middeleeuwen waarvan men sprak over de zwarte dood en dan weer de pest. En ondertussen is men erachter dat het meer dan waarschijnlijk over verschillende ziektes ging. Of eventuele varianten van dezelfde bacterie of virus. Net zoals het COVID-19-virus een variant is van de COVID-virussen. Er zijn er nog. En we onderscheiden de builenpest, de longpest en de zwarte pest. De longpest slaagt op de longen en is praktisch altijd dodelijk. Geen enkel slachtoffer waarvan we weten heeft dat overleefd. Binnen de 2 dagen was je dan ook dood. Het trekt een beetje op het coronavirus nu, dat ook op de longen kan slagen en waardoor je dus stikt. Builenpest zien we hier afgebeeld. Dat zijn allemaal zwarte, etterende puisten en builen die verschenen in de liezen en onder de oksels en nadien over het hele lichaam. Dat kon je overleven, maar de kans was zeer klein. En tot slot hebben we de zwarte pest, waarbij dus bepaalde lichaamsonderdelen zwart uitslagen en op een duur afsterven. Ook dat kon je overleven, maar de kans was zeer klein. Op jullie cursus op pagina 106 zien jullie dan een kleine oefening die jullie nu even kort kunnen maken of helemaal op het einde van dit filmpje. Nu, waarom gingen er eigenlijk zoveel mensen dood aan die ene ziekte? Dat had met 3 factoren te maken. Ten eerste was de hygiëne op dat moment echt belabberd. Je ziet hier mensen die zich in de middeleeuwen in een gezamenlijk badhuis aan het wassen zijn. Nu, je moet daar geen tekening bij maken. Wanneer je allemaal een stuk of 20, 30 mensen in hetzelfde bad kruipt, dan zal dat water al gauw heel erg vuil zijn. Mensen die dus bepaalde ziektes hebben, worden sneller overgedragen. Je ziet allemaal samen. En zo'n badhuizen werden ook niet door iedereen bezocht. Want wanneer je goed kijkt, ziet dat er hier zaken gebeuren die niet helemaal zo proper zijn. Er was ook vaak een bordeel of zelfs prostitueen aan verbonden. Dus niet iedereen ging naar die badhuizen. Dus de hygiëne was wel zeer slecht. Dat had ook te maken met de riolering. Hier een zeer oude riolering die rechtstreeks uitgeeft op een riviertje. Heel vaak in de steden zelfs was de riolering volledig openliggend. Mensen
hun nachtemmer die vol zat met de zaken die ze die nacht hadden moeten laten gaan, kapten ze gewoon op straat of daar nu iemand liep of niet. Honden, ratten, varkens, het leefde allemaal gewoon op straat en de veiligheid lag dus gewoon op de straat. En er was ook vaak een voedseltekort. Hongersnood maakt mensen natuurlijk zwak, waardoor je nog vaker ziek kan worden en ook vaker aan kan sterven. Nu, vlak voor de pest zien we ook een bevolkingsgroei. En die bevolkingsgroei had er vooral mee te maken dat mensen ook steeds meer in de steden gingen wonen. En natuurlijk heeft dat als gevolg dat er in de steden meer mensen op elkaar zitten en dus ook meer ziektes zijn. Wie was nu de uiteindelijke dader? Dat is dit beestje. De vlo. En de vlo kreeg het virus als eerste. Nu, de vlo gaf die door haar beet. Een vlo jeukt doordat hij op je lichaam kruipt, maar ook doordat hij bijt en dus zoals een mug beetjes veroorzaakt. Door die haar speeksel gaf hij dat door aan de rat, de normaal geziene gastheer van de vlo. Nu, de rat sterft aan het pestvirus. Dus de ratten stierven massaal uit, waardoor de vlooien nog agressiever mensen begonnen op te zoeken en dus ook mensen begonnen te bijten. Wist je zelfs dat vlak voordat de pest uitbrak, men geloofde dat katten de helpers van de duivel waren en ze dus massaal begon uit te moorden? Niet alleen zwarte katten, alle katten. Waardoor dus in die jaren voordat de pest uitbreekt veel minder katten zijn en dus ook veel meer ratten. Heeft het dus een beetje aan zichzelf te danken. Nu, de verspreiding zien jullie op pagina 107. En net een beetje zoals vandaag ontstaat het pestvirus ongeveer waar China nu is. En van daaruit neemt het verschillende routes op weg naar Europa. Hier zie je een kaart van Azië, hoe het over land helemaal reist, helemaal naar Rusland en hier Arabië. En hoe het over de zee via de handelswegen helemaal wordt meegenomen naar India, Mekka en uiteindelijk dus naar de Mediterraanse Zee. En in deze kaart zie je hoe de ziekte binnenkomt. In 1347 komt het vooral eerst binnen in deze landen. Turkije wordt heel snel geraakt, Sicilië, het tipje van Italië en zo verder. En dan is het midden 1348 is het de beurt aan de rest van Europa. En het gaat vooral via de handelssteden van Genua en Venetië. Hoe zaken binnenkomen. En je ziet dus hoe heel de ziekte van onder naar boven zich over heel Europa verspreidt. Dan zien jullie daarover een oefening op pagina 108, die jullie normaal gezien perfect kunnen invullen aan de hand van deze kaart. En wat er zo schrijnend aan is, is dat mensen de ziekte zagen komen, net zoals nu. Ook wij zagen meerdere maanden aan, hoorden de berichten dat het coronavirus op weg was naar Europa via handel, via toeristen. En ook wij wisten dat het meer dan waarschijnlijk ook hier ging toeslaan. De middeleeuwse mens was ook niet zo dom. Ook zij zagen die ziekte komen. Het duurde alleen langer voordat die de steden bereikte. Wat natuurlijk nog veel angstwekkender was. Men hoorde jaren op voorhand de verhalen hoe heeldere steden en dorpen volledig uitsterven. En men kon niks doen. Men kon gewoon eigenlijk dood op zich af zien komen. Kijk zeker op de kaart eens goed naar Milaan. Dat ligt hier. Je ziet dat daar een grijze plek rond is. En om de een of andere reden is die stad helemaal niet zo hard getroffen dan alle andere Italiaanse steden. En we weten nog steeds niet waarom er in Milaan amper iemand stierf aan de pest en een paar kilometer verder zo goed als iedereen. Men zocht natuurlijk ook een zondebok. Men kon er niet van. Men zocht natuurlijk een reden. Waarom was de pest uitgebroken? En men zocht die bij de Joden, die men sowieso al niet zo fijn, die men sowieso al niet zo graag had. Want men zag de Joden als de doders, de moordenaars van Jezus Christus. En aangezien bijna heel Europa christelijk was, waren de Joden er niet zo goed van afgekomen. Nu, wat was er met de Joden aan de hand? Er waren minder slachtoffers bij de Joden. Niet zozeer omdat zij de pest hadden veroorzaakt door de bronnen te vergiftigen, zoals men dacht, maar eerder omdat zij andere hygiënevoorschriften hebben dan de gewone, christelijke mens. In de Torah en de bijschriften staat duidelijk dat een Jood zich veel hygiënischer moet gedragen dan de middeleeuwse mens toen deed. En als gevolg is dat de Joden, doordat ze hygiënischer leefden, dat er veel minder slachtoffers waren. Nu, de mensen konden dat niet geloven, dachten dat de Joden de oorzaak waren en hielden pogroms. Pogroms is een woord waarbij men de volledige Joodse bevolking van een stad gaat uitmoorden. Soms is het alleen het kapotslagen van hun bezittingen, maar heel vaak leidt het dus op een massaslachtpartij. Je
Je ziet hier een foto van in de Tweede Wereldoorlog, waarom dus een massagraf aan het graven is voor een pogrom, een progrom, die heeft plaatsgevonden in Polen. Dus ook dan vonden die fenomenen nog plaats. Dus de haat van de Joden heeft Hitler dus helemaal niet verzonnen. Die gaat al eeuwenlang mee en dat kwam Hitler heel goed uit. Nu, ziek zijn in de middeleeuwen, dat zien jullie op pagina 109, was altijd een heel erg slecht idee. Men had dan het idee dat een teveel aan bloed of andere sappen, had er toen vier gevonden, bloed, gal, geel en zwart slijm, men dacht dat een teveel aan die sappen ervoor zorgde dat je ziek werd. Men ging dus vaak bloed wegnemen door middel van bloedzuigers, niet zo fijn, of aderen laten, dat zie je hier afgebeeld. Men prikte dus een ader open en liet een liter of twee bloed wegvloeien. Je moet daar geen tekening bij maken, dat was vaak even dodelijk als de ziekte zelf. En gek zijn of gek gevonden worden was al helemaal gevaarlijk, want dan ging men gewoonweg gaten in je schedel boren. Wat natuurlijk tot gevolg had dat je hersenschade had, of meer dan waarschijnlijk ook gewoon stierf. Ziek zijn in de middeleeuwen? Beter niet. Nu, wat zijn de gevolgen van de pestepidemie? Er zijn heel wat negatieve, maar ook verbazingwekkend positieve gevolgen. Negatief is natuurlijk dat 1/3 van de totale Europese bevolking sterft. Dat is gigantisch veel. En elke 10 jaar brak de pest zo ongeveer opnieuw uit. Maar heel vaak is dat minder bekend en werd die vaak de kinderpest genoemd. Wat nogal pijnlijk is, want de mensen die die 10 jaar eerder de pest hadden overleefd, die waren vaak immuun, maar hun kinderen niet. Vandaar dat de kinderen die binnen die 10 jaar geboren waren, heel vaak veel kwetsbaarder waren. En vandaar dat men het de kinderpest noemt, omdat vooral kleine kinderen sterven. De maatschappij was compleet ontwricht, want ja, 1/3 was dood, rijk en arm. En er kwam veel kritiek op de kerk. Want de kerk, heel veel pastoors, hadden geweigerd om zelfs voor de zieke mensen te zorgen of die te begraven. Nu, wat was alweer positief? Er waren ineens veel minder mensen. Dus er was veel meer nood aan arbeiders door de rijke mensen, waardoor die arme mensen een veel hoger loon konden vragen. Er kwam ook steeds meer godsdienstvrijheid door die kritiek op de kerk. En dat was de weg voor de wetenschap zoals wij vandaag kennen. De klassenmaatschappij wordt ook afgevlakt. Steeds meer mensen kunnen zich via handel opwerken tot het gelijke niveau van de oude adel, waardoor de klassenmaatschappij steeds meer verder weg komt te staan. En de geneeskunde wordt veel serieuzer opgevat. Jullie hebben hier rond een taak. Jullie kunnen het artikel op pagina 102 lezen ter info, maar we hebben natuurlijk een veel betere actualiteitsstudie, namelijk corona. Jullie gaan een bronnen- en vergelijkende studie uitvoeren die gebaseerd is op jullie cursus pagina 103 en 105. Jullie zullen zien, ik heb die eerst even overgeslagen, dat jullie daar een hele hoop bronnen zullen vinden die te maken hebben met de zwarte dood of de pest. Jullie lezen die bronnen en vullen de vragen in die met de pest te maken hebben. En nadien volgt er een tweede luik waarbij jullie ongeveer dezelfde vragen gaan krijgen over corona. Deze taak heb ik volledig gedigitaliseerd en kan je dus vinden op Smart School. Zoals vorige week vind je je cursus op Smart School, zodat je die digitaal kan invullen en ook digitaal kan inleveren. En de taak heb ik er nog eens een keer uitgehaald en vind je nog eens apart met alle vragen omstreeks corona erbij. Het is vooral heel boeiend om te zien hoe de ene epidemie in de middeleeuwen zo verschrikkelijk veel kapot heeft gedaan en dat we nu kunnen zien, best historisch zeer interessant, wat corona met onze maatschappij doet en hoe corona gaat uitdraaien. Dus alhoewel de situatie enorm triestig is, is het historisch gezien wel een zeer boeiende periode. Veel succes en als er vragen zijn, zie ik jullie tijdens de live sessie of via mail.